Goede zorg is cruciaal. Vandaag is de dag van het werkplezier in de zorg. Wij gaan langs bij al die zorgverleners in Utrecht die elke dag klaarstaan om die goede zorg te leveren. Ik werk met plezier in de zorg, omdat er van die momenten zijn, zoals een cliënt die mijn hand vastpakt en terugknijpt op een kwetsbaar moment, die mij doen beseffen dat wat ik doe heel waardevol is. Ik noem het eigenlijk niet eens echt werken, maar eigenlijk iets meer doen voor de medemens. Uit liefde. Wat ik nodig heb van de politiek om mijn werk met plezier te kunnen blijven doen, is het besef dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede zorg. Meer tijd om met de mensen te kunnen gaan zitten in plaats van te hollen over de afdelingen om de mensen te verzorgen. Wij staan voor goede zorg. En om werknemers met plezier aan het werk te houden, is het van belang dat we meer doen om hen te waarderen. Dus aanpakken van het personeelstekort, maar ook zorgen dat de werkdruk omlaag gaat. En daar gaan we ons lokaal heel hard voor inzetten.